Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Het is zondagochtend, 19 januari en het is belachelijk vroeg. Want ik werd wakker gemaakt door de kat, die had honger. Dus het is, weet ik veel, 3:30, 4:00 morgen. En dat is helemaal niet erg. In dit geval is het helemaal niet erg om zo vroeg wakker te zijn. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een echte fanboy. Een echte diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Ik weet niet of mensen dat weten van onze burgemeester hier in Amsterdam, maar dit is onze staatsomroep, stadstelevisie. Echt Amsterdams nieuws. Dit is de zender AT5. Ik vind AT5 over het algemeen wel leuk. Die hebben altijd wel leuke dingen. En één keer per 2 weken doen ze een interview met de burgemeester van Amsterdam. Ik weet niet of ze dat pas zijn gaan doen sinds burgemeester Femke Halsema de burgemeester is. Het lijkt me stug. Misschien deden ze dat vroeger ook wel met andere burgemeesters. Maar ik heb geen televisie. Ik kijk helemaal geen televisie. En ik kwam er toevallig achter op een gegeven moment. Toen was ze al een hele tijd burgemeester. En toen kwam ik erachter dat AT5 dat deed. En toen dacht ik, oh, dat moet ik zien. En kijk even, oude afleveringen. En zie even hoeveel. Uitzendingen er al zijn. Dus voor echte fans, zoals ik, is dit gewoon helemaal te gek. Omdat je gewoon iedere 2 weken een leuk interview hebt met burgemeester Halsema. Over van alles en nog wat. Het is niet altijd even prettig om naar te kijken, omdat, dat heb ik al vaker gezegd. Kijk, deze mevrouw, zij is helemaal fantastisch. Echt waar, zij is echt helemaal fantastisch. Geen kwaad woord over onze burgemeester. Maar onze stad, Amsterdam, dat is een shithole. Dat is echt een shithole. Daar is altijd wat aan de hand. En de meeste dingen die er aan de hand zijn, daar word ik afschuwelijk depressief van. Ik kan er echt niet meer tegen. En in die gesprekken met de burgemeester, ja, komen er heel hoop dingen, onderwerpen aan bod. Waar ik zoiets van heb van, dat wil ik helemaal niet weten. Hup. Dus ik kan lang niet alle afleveringen aandachtig kijken. Ik kijk ze natuurlijk wel allemaal. Maar dan doe ik ze aan op de achtergrond. En in dit geval was er vorige week, volgens mij wordt het uitgezonden op vrijdag. En het is echt de Femke Halsema show. Dat is gewoon wat het is. Ik bedoel, die interviewer, die jongen. Het is leuk dat hij daar ook zit en dat hij die vragen opdreunt. Maar daar kijken we natuurlijk niet voor. Het is de Femke Halsema show. En de afleveringen duren, of het interview duurt, weet ik veel. Het duurt niet eens zo heel lang. 20 minuten, misschien ietsje minder, misschien ietsje meer. Dus weet je, het is niet een hele set. Dus jonge mensen die raken snel geïrriteerd, die hebben een short attention span. Dus voor jonge mensen is dit absoluut ideaal. Die kunnen dit bekijken op hun telefoon, zeg maar. En voor haastige mensen is dit ideaal. Ikzelf zou zeggen, het interview moet een uur gaan duren. Dat zou ik veel leuker vinden. Zij zou een keertje uitgenodigd moeten worden voor zomergasten. Weet je, dus nu ze burgemeester is, de aankomende zomergasten. Dat zijn een beetje avondvullende programma's. Een 3 uur lang. 3,5 uur lang. Dat zouden ze met hem moeten doen. Maar goed, iedere vrijdag om de 2 weken op AT5 en gewoon online op hun website. Het gesprek met de burgemeester. En waar ging het dit keer over? Ja, het was weer
heel erg naar allemaal. Het gaat over messen, de steekpartijen in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost. Waar ouders het helemaal zat zijn. En actiegroepen aan het oprichten zijn. En ervoor aan het zorgen zijn dat, dat wat daar gedaan wordt. Dan iets over Amsterdamse arrogantie. Ja, daar had ze het over in de nieuwjaarsrede. Ik weet niet, ik vond dat een beetje een non-issue. Maar daar had ze het over Har Samel. En Har Samel is een restaurant in Amsterdam. Het is een Joods kosher. Volgens mij is het een kosher restaurant, maar volgens mij is het een Joods restaurant. Weet ik niet. Oh, hier staat het Joodse restaurant. Het zit ergens bij de Amstelveense weg. En die mensen die zijn, die arme eigenaren daar, en de mensen die werken, die zijn de lul gewoon. Want er is iedere keer wat daar. Vernielingen, bedreigingen. En nu dus was het echt raak. Hier word je helemaal niet vrolijk van op klaarlichte dag, want dit is de explosieve opruimingsdienst. En er werd daar een verdachtpakketje achtergelaten. Heel kinderachtig. Heel vreselijk. Heel erg schrikken. Het bleek geen bom te zijn. Maar het lijkt erop alsof iemand het heeft willen laten lijken op een bom. Weet je, dus pakketje met draden eruit en dit en dat, waardoor je denkt, oh Jezus. Ik zou daar nooit gaan eten. Al is het eten nog zo lekker. Ik zit hier allemaal niet zo op te wachten. En AT5, dat zijn deze mensen, en die hebben dus beelden waar je zo'n robotje van de explosieve opruimingsdienst met van die rupsbandjes zo toet toet door de straat ziet rijden. Daar werd ik helemaal depressief van. Echt super depressief. En dan was er wat drama over blijven de camera's daar hangen. Ja, wat denk je? Natuurlijk blijven de camera's daar hangen. Ik vond het een goede aflevering van de Femke Halsema Show. Ze zag er weer geweldig goed uit. Ze was ontspannen. En er kwamen weer alleen maar intelligente en redelijke dingen uit. Het is een vreselijk leuke show. Een echte aanrader. En ook als je helemaal geen fan bent van Femke Halsema, van burgemeester Halsema. Ja, dan zou ik dit ook gaan kijken. Want wie weet kom je wel op andere gedachten dan. Wie weet word je wel net zo zeer. Nou, dat is moeilijk natuurlijk. Ik ben haar number one fan. Maar wie weet, weet je wel, heb je zoiets van, oh, ik had een hekel aan die vrouw, maar wacht even. Ze is hartstikke redelijk en heel intelligent. En kijk even hoe ze eruit ziet, Jesus. What's not to like? What's not to like? Weet je, wat ben je blind? Dus explosieve opruimingsdienst op de Amstelveense weg. Vreselijk deprimerend. Ik had dat gelukkig gemist, want ik volg geen nieuws. Het gesprek met de burgemeester, de Femke Halsema Show, iedere twee weken. Moet u echt gaan kijken? Moet u echt gaan kijken? Mevrouw de burgemeester, wat vindt u daar nou van? Dat is toch niet normaal meer? Explosieve opruimingsdienst, robotjes. Kijk nou hoe deze gast eruit ziet. Wat denken we? Dat hij een geweldig goede dag heeft? Ik denk het niet. Deze jongen heeft een hele slechte dag. Denken we dat hij lekker slaapt vanavond? Wat dachten we van die mensen in dit gebouw? Mensen die hier werken, mensen die hier boven wonen, naast wonen. Eigenaren. Ik vind het allemaal drie keer niks, mevrouw de burgemeester. Dat is, maar goed, dat is mijn zondagochtend dan. De Femke Halsema Show. Maar ja, toch wel weer goed depressief word je ervan. En daar kan zij niks aan doen. Nogmaals, zij is geweldig. Maar die staat van ons. Kijk nou toch, mensen. Het is een fucking shithole. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende keer.